Mijn broek, mijn hemdje en mijn... Onderbroek ook? Nee, die hele... Oh, ik denk de onderbroek gaat ze dan zeggen. En mijn onderbroek is ook van fluweel. Dat ik ziek ben, kan natuurlijk geen reden zijn dat ik hier niet op de oranje lopen sta vandaag. De 100% NL Awards. Ik wil weten wat we bekende Nederlands aan hebben naar deze grootste awardshow. Maar ik wil ook weten, hebben ze iets met de kleur oranje? Want in het buitenland is dat helemaal hip om oranje te dragen. Maar Nederland is toch een beetje hup Holland hup. Ik hou van oranje, dus zijn er nog meer mensen? Hashtag Team Oranje. Hoi, wat zie je er leuk uit? Nou, dankjewel. Waar is dit glanzende jasje nou, van? Ik zal je zeggen, deze broek is van Philip Lijn. Ja. De schoenen zijn van Valentino. Ja. En dit is een heel strange combination, het t-shirtje van Sarah. Ik ben niet in pak gekomen, want ik heb de laatste maanden heb ik zo vaak op rode lopers gestaan met pakken aan dat ik gewoon echt geen zin meer in heb. En het jasje, dat heb ik eigenlijk aan, dat is al failliet. Hans Ubbink. Die is al failliet. Nee, hey, die is ermee gestopt. Ja, en die wilde ook niet dat ik zijn jasjes droeg, daarvoor doe ik dat expres. Dus sorry Hans, maar je bent toch al vier, dus het maakt niet meer uit. Sowieso een heel mooi jasje aan van Armani. Ja, oh, Armani. Dus ja, ik... Dat had ik ook niet zien aankomen. Nee, maar dat bedoel ik even. Ja, heel leuk. Heel top, Armani. Hey Dennis, hi. Zie je er knap uit? Nou, dankjewel. Oh, je ruikt lekker. Ja? Wat is dat? Yves Saint Laurent, oei. Black Opium. Oh, lekker. Ik zit al een tijdje naar jullie te kijken. Het is een beetje het einde van de rode loop, maar ik vind deze dresscode, maar vooral jij. Maar vooral jij. Niemand heeft jou... Je hebt niet ge-sms'd van tevoren. Niemand overtreft mij vanavond. Nee, dat sowieso. En dit Black Opium pak, waar is dat van? Van Maria Taylor. Wauw, echt een mooi smoking pak. Lekker, ik heb echt alles van fluweel aan. Mijn hakken, mijn broek. Mijn hemdje en mijn... Onderbroek ook? Nee, die... Oh, ik denk de onderbroek gaat ze dan zeggen. En mijn onderbroek is ook van fluweel. Dat zal wel een beetje jeuken, denk ik. Kijk, als je denkt van, oké, wie van deze twee jongens gaat nou naar een awardshow vanavond? Jij, tik hem aan, dankjewel. Boom! Je bent super dun. Michael Kors. Super dun. In één week. In één week, jongens. Oh, maar je bent wel dunner. Nou, we zijn hard aan de slag. We zijn lekker aan de bak. Wat vertel je jurk, waar is die van? Die is van de Nelly. Oh. En een tasje van Michael Kors. En schoenen, die sla ik even over. Ja, moeten we de tas ook? Ja, natuurlijk. Paul's Boutique. Moschino en Michael Kors. Yes. Goed gekeurd? Ja, is beeldig. Jullie zien er altijd beeldig uit. Ja, hoor. Hallo. Wanneer ga ik? Ik zit eigenlijk te wachten op het moment dat je me een keer teleur gaat stellen. Dat zou ik leuker vinden, want dat is iets. Goals. Toch? Goed, ja. Elisabeth en Franchi. Beeldig. Boom, laten we het even goed bekijken. Dank u. Ik bevries hier, maar... Maakt jou niks uit. Wordt dit als het zulke complimentjes binnenhaalt. Je ziet er zo beeldschoon uit. Nou, dankjewel. Wat draag je vandaag? Wat heb je aan? Ik draag gewoon een Zaraatje. Ik heb net een huis gekocht. Dus je moet op de kleintjes letten? Nee, ik hoef niet op de kleintjes te letten, maar alles is ingepakt. Oh! Dus ik ben vanmiddag gewoon als een speer de stad naar de stad gegaan. En toen zag ik deze gewoon. Ja, dat jongens, snap ik. Zes tientjes gewoon bij de Zara. Beeldschoon! Vind je het leuk? Ja, hallo, iedereen komt hier in een kloffie aan en jij ziet er dan helemaal beeldig uit. Nou, dat vind ik heel leuk om te horen. Dank je wel. Hé, de kleur oranje. Wat vinden we daarvan? In het buitenland, in Milaan, is oranje echt een kleur in mode. In Nederland lukt dat niet echt, maar jullie? Ja, ik denk dat het Shelly heel goed zou staan. Ja, Shelly, daar denk ik ook misschien, Nederlanders zijn natuurlijk over het algemeen best wel blank. En ik heb dan nog een heel klein beetje tint en donker haar en dat staat dan meteen beter. En ik denk dat het mij een beetje doodslaat. Ja, we zijn er veel te wit voor. Ja, kijk, oranje, als we dat Holland gevoel samen willen hebben, dan ga je in oranje over straat. En dan hebben Leontien en ik een aparte la en daar liggen oranje spullen. Nou, top. Dankjewel. De kleur oranje, draag je die wel eens? Behalve op Koningsdag, voetbal, dat soort dingen. Nee. Nee, waarom niet? Omdat het in feite om te dragen gewoon een hele lelijke kleur is. Nee, ik vind oranje eigenlijk een hele foute modekleur. Toch? Het enige oranje wat ik heb is als het Nederlands elftalteam voetbalt. Sowieso geeft het me gelijk een soort nationalistisch gevoel van oh, dat is Hollands. En het geeft me een heel vrolijk gevoel. Dus ik ben wel fan van oranje. Dus je draagt gewoon op een dag ergens in mei, draag jij gewoon oranje? Nou ja, als het zonnetje schijnt wel. Ik moet zeggen, in de winter draag ik niet zo snel een oranje trui. Maar in de zomer wel, ja zeker. Yes, mooi. Eindelijk iemand gevonden. Wel heel leuk als je een sportieve kleding hebt, zoals de mensen van 100% NL. Dan vind ik het leuk, zo'n leuk sportief jack. Maar om gewoon dat echt te engageren met een leuke colbert, dan zeg ik sla een rondje over. Nee, en jij? Ja, ik heb precies hetzelfde eigenlijk. Wat voor dure woorden gebruik jij trouwens ineens? Ja, jeetje mina. Nee, ik ben ook gewoon lekker. Als het Nederlands elftal voetbalt, dan ben ik zeker in het oranje. Dank je. Het is zo even bij de garderobe, meneer. Dag. Wat heb je met de kleur oranje? Heb je wel eens iets oranjes thuis aan, behalve Koningsdag?
Behalve Koningsdag. Ja, ja, ja. Ik ben eigenlijk heel erg een... ik hou van zwarte kleding, witte kleding. En ik dacht dit jaar moet ik gewoon meer kleur gaan dragen. Maar ik voel me altijd een beetje oncomfortabel in heel erg veel kleur. Omdat ik zelf ook al een kleurtje heb, denk ik. Ah, dat is te veel. Echt? Maar de mensen om me heen die zeggen, Cher, meer kleur gaan dragen. 2018. Het jaar van de kleuren. Het jaar van de kleuren. I love it. Oké, ik denk niet dat ik Nederland in het oranje krijg, behalve voetbal en op Koningsdag. Maar ja, goed, er zijn nog genoeg andere kleuren om te dragen. Bijvoorbeeld wit. Want laten we het even over Robin Montero hebben. Hoe beeldig zag zij eruit in een prachtige mooie witte jurk. Ja, ik vond dat echt de mooiste van de avond. Stelt me dus nooit teleur. I love it.